Piet. Mooie Renault. Hi. Goedemorgen, ja. Welkom. Goedemorgen, ja. Zo. Alles goed, jongen? Ja, perfect. Je hebt een mooi autootje, zeg. Jee. Ja, Renault. Ja. Schakel. Echt. Ja, fantastisch, hè? Gaaf. Ja, zeker. Lamp aan. Nou. Ja, joh, heerlijk, man. Ja. Even wat de auto is, rustig wegrijden. Piet Smit, ja, van DVS TV. Ja. Zelf nu onderdeel van het interview. Ja. Nog niet eerder gebeurd? Nee. Nou, ik hou van uitdagingen, dus ik vind het, ja. Ik vond het wel. Het leek me wel leuk dat jij een keer ernaast zit. Ja. En dat wij eens wat te weten komen over Piet Smit en zijn muzikale. Zijn muzikaliteiten. Ook, onder andere, ja. Ja, ja. Want je zit nog steeds in een band? Ja, ik zit nog in een band. Ik drum en ik zing. Een band waar ik zelf notabene de Benjamin van ben. Ik ben bijna 70. Maar ik ben echt de Benjamin. Onze slaggitarist is 80. Ja. En die kan nog wel een aardig deuntje op zijn gitaar tevoorschijn toveren. Het is allemaal 60 jaren muziek, jongen. Heerlijk, heerlijk. Daar geniet ik sowieso van. Als ik het hoor, hè, op Radio 5, heel veel natuurlijk. Ja. Die staat bij ons altijd te galmen. En om dan zelf dat soort muziek te maken, met name Elvis en zo. Dat, Elvis zingen, dat vind ik prachtig. Ja, ja, machtig. Ja. Want jij zingt en drumt dan tegelijk? Ja, ja, tegelijk. Ja. Ja. Ja, sommige mensen denken dat niet of nauwelijks kan. Ja. Phil Collins, die deed het, hè? Ja, die deed het ook. Ja, ja, die deed dat. We staan goed in. Ja. Maar dat lukt. Als dat ritme helemaal in je zit, dan is drummen en zingen niet zo'n probleem. Nee. Nee. En nu weet ik, dit is natuurlijk niet het eerste bandje waar je speelt. Je speelde in het verleden al in wat meerdere bandjes, maar ook alleen maar cover. Nooit eigen muziek? Ja. Eigen nummers hebben we gemaakt met Stennis, dat was Nederlandstalige pop. Ja. Dat ontstond zo'n beetje in de begin jaren 80. Ja. Toen ook Doe Maar en Het Goede Doel en De Dijk opkwam, weet je wel. Ja. En dat leek ons ook fantastisch. We waren eerst met muziektheaterstukken bezig geweest op scholen en zo. Ja. En daarna zijn we als band verder gegaan. En hebben we zeker wel 30 tot 40 eigen nummers gemaakt. Ja, echt geweldig. Ja, echt met mooie teksten. Je bent zo stil als je zwijgt, weet je wel. Ja, daar zit natuurlijk in zo'n zin zit heel veel. Dat is diepraakend. Ja, dat is diepraakend. Ja. Ja, dat soort dingen. En dan Piet, ben je geboren en getogen Ermelo? Nee, ik ben geboren op Java. Op Java? Jakarta, ja. Oké. Okay. Toen ik geboren werd, was dat nog Batavia trouwens. Ja. In welk jaar ben je daar geboren? 27 oktober 1949. Nou, lijkt mij. Ik ben er 8 jaar gebleven. Ja. Mijn vader en mijn ouders trouwens, die wilden daar helemaal niet weg. Maar uiteindelijk moest dat toch wel, want het werd steeds linker. Het werd steeds gevaarlijker. Ja. We werden echt het land uitgekikt, hoor. Echt. Piet, is dat in die tijd van het Koninklijk Nederlands Indisch Leger? De KNIL? Ja, onder andere. Maar daar had mijn vader niks mee te maken, hoor. Die is gewoon via een vriend is die bij een hotel beland. Ja. Hotel dus Indisch. En daar heeft hij de wasserij gerund, zeg maar. Okay. Van dat hotel. Ja. Okay. Ja. Leuk. Ja. En uiteindelijk dan gelijk direct naar Ermelo verhuisd, of? Nee, eerst een jaartje in Rotterdam. Daar werden we opgevangen door vrienden. Want we moesten daar alles achterlaten. Alleen maar niks. Helemaal niks. Hij had ook geen baan natuurlijk. Ja, in die tijd was dat niet zo'n heel groot probleem. Dus dat had hij wel vrij gauw te pakken. Ja. En via een familielid die hier op Veldwijk directeur was. Ja. Hebben we hier een huis gekregen. En in 1959 in Ermelo komen wonen. Dus vanaf toen echt mijn hele jeugd in Ermelo. En natuurlijk ook gelijk op voetballen, want in Indonesië was ik al aan het op blote voeten aan het ballen, hè, met die Indo's, met die jongens. Ja, dat is leuk, hoor. En voetballen, dan maak ik gelijk het sprongetje natuurlijk naar DVS. Ja. Hoe uiteindelijk zo bij DVS verzeld geraakt? Ja, dat was natuurlijk de club hier. Ik geloof in 1958 was EFC ontstaan, dus daar ging ik niet naartoe. DVS was de club. Ja. Nou, daar ging ik heen en ik
hebben zo allemaal een beetje de jeugdhelft al doorlopen. Ook wel selectie. Ja. Dus zeg maar C1, B1, A1 zou je nu zeggen. Ja. Toen heette dat anders. Ja. Heerlijk gevoetbald, heerlijke tijd gehad. Ja. Vooral in de A-junioren, daar hadden we echt een fantastisch team. Ja. Speelde links buiten, Freddy Koopman ken je ook natuurlijk. Ja, zeker. Ja. Luc Dooijwaard in de spits, Jan Varkenvisser op het middenveld. En, Wim Verdolt, de laatste twee jaar in de A-junioren ook kampioen geworden gewoon. Zo. Dus ja, heel mooi. En in de senioren, wat heb je? Toen ik belandde op de sportacademie. Nou, je moest natuurlijk hier trainen. Had eventueel in Arnhem en omgeving ook wel gekund. Maar ik begon een beetje de rol van het studentenleven te ontdekken. Ik zat lekker op kamers in Arnhem. En Arnhem was natuurlijk een heerlijke uitgaansstad. En dus toen ging het voetbal even tweede plan. Bovendien ontdekte ik, daar was ik toen al mee bezig. Allerlei andere sporten, volleybal, basketbal. Ik vond het atletiek, ik vond het allemaal mooi. Ik vond het zelfs turnen mooi. Terwijl ik daar helemaal niet zo'n enorme held in was. Maar juist dat ontdekken van en door simpele aanwijzingen toch dat trucje weten te beheersen, dat is mooi. Ja. Dus toen kwam vanzelf de interesse in het lesgeven. Later ben ik nog wel weer gaan zaalvoetballen hoor. Heel eventjes in het tweede van DWS nog geprobeerd. Toen ging ik door mijn enkel. Ik denk, bekijk het maar. Ja. Dus nog weer tiental jaar later, zeg maar, dan spreek ik over 30-jarige leeftijd of zo. Toen ben ik gaan zaalvoetballen. En dat vond ik eigenlijk ook wel een heel leuk spelletje. Dat is niet goed voor je gewricht hoor. Dat is toch compleet anders dan het veldvoetbal? Ja. Maar omdat ik natuurlijk beter ruimte, meer snelheid, meer heen en weer, wat inderdaad te slecht voor de knietjes uiteraard. Ja. Maar ik was natuurlijk zalig gewend. Een stukje? Ja. Gaan we over de mooie Vanenburg weer terug. Ja, we zitten wel aardig over de tijd, maar misschien kan dat geknipt worden, weet ik niet. We doen toch 2-1? Of 2-1, ja, precies. Ja, dat zou natuurlijk ook gewoon kunnen. Ja. Daar hebben we er twee uitzendingen van maken. We hebben gewoon twee uitzendingen in. Ja, wie had dat nou toch gedacht? Ja. Maar goed, je hebt het ooit dan ook weer terechtgekomen, een beetje een stukje media. Het interview dat iedereen kent je van de VS-TV ondertussen. Ja. Tenminste, de meesten zullen je daarvan kennen. Ja. Je interviewt altijd de trainer, trainers tegenpartij. Ja. En een stukje voorbeschouwing, nabeschouwing. Ja. En dan, waar we nu zitten, het rijden met DVS-TV. Het had altijd al wel mijn interesse op verslaggeven. Maar even ten apel doet, daar was ik echt gewoon jaloers op. Weet je, ik denk, zoiets, dat lijkt me ook gewoon geweldig. Want, ik zocht het ook op, hè. Ze noemen het soms ook wel microfoongeil, weet je wel. Maar als je zingt en je bent drummer en je staat op het podium, dan ontstaat dat natuurlijk vanzelf. En toen dacht ik, presenteren, dat is best wel leuk. Dus op school begon ik daar ook mee. Ja. Talentenjachten organiseren, presenteren van die jeugd. Meemaken, de stress in de kleedkamer van die allemaal talenten, hè. En ik vond het prachtig om dat aan te kondigen. En toen op een gegeven moment door Hielke Sietsma werd ik gevraagd voor de radio. Dus Radio Veluwe FM. Ja. Om daar DVS te vertegenwoordigen. En dat leek me wel wat. Ik denk, yes, dan kom ik toch nog een beetje in mijn stijl. Wat ik altijd leuk vond. En later is daar DVS TV bij gekomen. Ik vind het prachtig ook werken in een team, weet je wel. Cameramannen en mensen die het natuurlijk ook moeten monteren en zo. En, ik vind dat schitterend. Zeg, natuurlijk, goed is horen. Mensen zien je of horen en hoor je stem. Ja. Maar er zit natuurlijk altijd een heel team achter. Ja, er zit een heel team achter. Ja. Je moet wel heel nauw kunnen samenwerken. Jazeker, ja, absoluut. Zijn jullie dat een beetje? Goed op één gespeeld? Ja. We hebben natuurlijk een groepsapp. Dus heel veel gaat via de app. En kijk, de groep is natuurlijk over het algemeen jonger dan ik. Dus we proberen opa wel eens een beetje uit de tent te lokken, weet je, met wat opmerkingen van wat heb je nou dan weer allemaal gezegd voor die achter de microfoon en dit en dat.
Gein, hè? Mooi is dat. Ja, ja. Maar goed, eigenlijk langzaam en zeker ook op ingespeeld. Ja. Ja. Ja, maar goed, dat is ook leuk, denk ik, hè? Ja. En, ja. En ga je dan ook altijd nog weer mee met de uitwedstrijden op het moment dat daar DVS-TV uitgezonden wordt? Want dat wordt natuurlijk niet bij elke thuiswedstrijd of uitwedstrijd gezonden. Ja, ja, zoals afgelopen zaterdag tegen Harkemaarse Boys, daar had je natuurlijk podium-TV. Ja. En ja, die jongens die timmeren behoorlijk aan de weg. Die doen het echt heel goed. Dat commentaar wat ik hoorde ook, dan kun je ook zien dat ze zich heel goed voorbereiden. Hè. Er is er eentje heel lang met Richard Plug aan het praten over alle ins en outs van DVS. En ja, ik hoorde van mensen die het gezien hadden en dat commentaar gehoord hadden. Van, jongen, wat is die gozer goed ingelezen, zeg maar. Hè. Dus dat doen ze heel goed. Maar ik ben er dan toch naartoe gegaan met mijn cam recorder, met de radio, voor de radio Hunsbeek, voor radio Veluwe FM. En ja, precies op het moment dat Joshua Patrick de 2-2 aantekende, zodat we toch langzij kwamen, ja, die pikte ik live mee, ik geloof voor radio Hunsbeek. Ja. Maar dan weet ik niet meer zeker of dat Hunsbeek of Veluwe FM was, maar ja, dat zijn dan de mooiste momenten. Dat is echt ongelooflijk. Dan ging ik ook helemaal uit mijn dak. Zodanig dat jeugd van Harkemaarse Boys, die een beetje achter me zaten, die werd er helemaal enthousiast van. Dat vonden ze echt werkelijk prachtig. Oh, mooi meneer. Helemaal niet vijandig of zo. Wat ik ook wel eens een keer heb meegemaakt bij Harkemaarse Boys. Ropen soms vreemde figuren rond, maar goed. Ja. Maar in dit geval die jeugd heel positief reageert. Ze zeiden ook, ja, Davy is misschien wel de beter voetballende ploeg. Maar Harkemaarse Boys, het zijn zulke strijders. Het zijn beesten, wat dat betreft. Ja, beesten zijn het echt. Ze zijn strijders. Het is niet makkelijk om daar, ja, precies. Of je nou een betere voetballende ploeg bent of niet. Het is niet makkelijk om daar punten te pakken. Ja, precies. En daarom is 2-2 best een aardig resultaat. Nou ja, het is natuurlijk niet dat Harkemaarse Boys ook nu ook weer toch een aardig, het over zijn puntenaantal hetzelfde heeft als DVS. Ja, ja, ja. Toch weer een spannende competitie met Harkemaarse Boys, Sparta Nijkerk niet te vergeten. Ja. Hè? Nou, dat moet ook niet vergeten. Die hebben natuurlijk gewonnen. Ja. En die staan helemaal bovenaan. Die staan gewoon bovenaan 2 punten los. Ja. Ja. Over 2 weken. Heel benieuwd. Ja. Ja, dan. Dan is dat uit. Zijn er zaterdag weer bij tegen Dovo? Ja, zaterdag Dovo staan we er weer. Ja. En dat is natuurlijk een bijzondere wedstrijd. Ja. Want de gebroeders Patrick komen daar natuurlijk vandaan. Ja. En dat, ik ben benieuwd hoe DVS dan zich manifesteert in deze wedstrijd. Ja, ja, absoluut. Ja. En we staan er weer, met z'n tweeën weer. Mooi. Ja. Mooi, mooi. Ja, hartstikke leuk. Ik heb er ook 0,0 spijt van. Ik vind het, ik vind het fantastisch. Ja. Leuk. Hé, maar ik vraag me af. Hey, ik ben weer de vragensteller. Ja, we gaan zo wisselen. Beter plan. Ja, leuk is dat. Ja, maar dat zit bij jou in je bloed. Ja, dat zit in mijn bloed, ja. En dat is goed, dat is leuk. Ja. Want ik vroeg mij af, kijk je wel eens ook stiekem? Of ben je zo taakgericht bezig dat je daar geen tijd voor hebt? Nou, het mooiste van bevaren zijn bij de businessclub is dat de businessclub... eigenlijk terwijl de wedstrijd speelt, gesloten is. Ja. Oh, ja. Dus dat betekent dat wij gewoon de volledige wedstrijd kunnen zien. Kijk, mooi. Ja. Ja. En daar kunnen we van genieten. Sterker nog, misschien juichen we nog wel het hardst. Ja. Ja, geweldig. Ja, maar dat is toch leuk? Ja. Ja, ik vind het geweldig. Ja, mooi. Ja, absoluut. Zullen we kijken of we hier even kunnen wisselen weer? Ja, dat is goed, jongen. Een keer meer komt toch zo tussendoor. Leuk om te kijken wie is Piet Smeer nou een klein beetje achter de schermen. Mensen zien dat niet. Ja. Net als jou, ja, is vrij, handremmetje. Ja, ja, ja. Heel goed. Ja, top, je hebt een fijne auto. Je doet het goed. Ja, echt wel. Ja. Zo. En weer gewisseld. Ja, ja. Oh, mooi. Kijk, waar zitten we op? 32 minuten, ja, dat wordt 2 keer. Normaal gesproken, ik is altijd rond de 20 minuten. Ja, 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 precies. Ja, goed. Nou, ik vind het wel mooi hoor. Het is echt een prachtig.
idee van. Ja. Ik heb hem één keer ook Jurgen Shevchik, ik weet niet of je die nog kent. Nee. Van een jaar of wat geleden. Dat is een beetje een trainer, hij komt uit Duitsland oorspronkelijk. Ja. Hij heeft dus een beetje een Duitse uitspraak, weet je wel. Ja. Ook als hij Hollands praat. Ja. En die flikte dat ook een keer. Weet je, ik was hem aan het ondervragen. Zeg Piet, zullen we niet eens een keertje wisselen? En het werd natuurlijk allemaal gelijk in het Duits, weet je wel. Oh. Zo, hoe zou jij dat doen? Wat is jouw opstelling enzovoort? Ja, gewoon in het Duits. Spreek jij Duits, Piet? Hè? Spreek jij Duits? Ik spreek. Dan weet ik Duits? Duits, ja. Ja? Weet ik, ja. Zeer toll. Zeer toll, toll. Ja. Oh, ja. Ik drink wel eens een biertje met Anton aus Tirol. Tirol. Maar dat is niet Duitsland. Dat is niet Duitsland. Maar ja, Oostenrijk, Duitsland. Ja. Dat is ähnlich, niet? Ja, heerlijk. Oké, okay, maar goed Piet, blijf je dan naar de... Nou, shit, ga ik weer een vraag stellen. Ja, ga jij een vraag stellen. Ga ik je een vraag stellen. Ja. Ik denk, kunnen we net een moment aan kiezen, kunnen een paar vragen stellen. Hoor je. Ja. Maar goed, ben je naar de wedstrijd? Blijf je dan lang bij de club hangen of ga je dan altijd gelijk weer naar huis? Wordt er dan direct weer gemonteerd? Want ja, de mensen die niet aanwezig waren, die willen natuurlijk op DVS TV-kanaal willen ze natuurlijk de wedstrijd zien. Ja, de montage die doet over het algemeen Maarten, Zwijnenburg of Lex. Ja. Hilarius. Dat hangt er vanaf wie er het meeste tijd heeft. We proberen dat op zaterdagavond erop te krijgen. Ja. Dat is natuurlijk een heel goed streven. Na afloop van de wedstrijd altijd even nalullen met Jan en Alleman natuurlijk. Hè. En de standen bekijken van de wedstrijden die dan nog aan de gang zijn. Ja. Met spelers natuurlijk nog even nalullen, weet je wel. En natuurlijk die nabeschouwing, die heb ik dan al gedaan, zeg maar. Hè. Ja, die doe je gelijk direct na de wedstrijd? Ja, direct na de wedstrijd. Ja. En daarna ga ik naar boven en dan komen die spelers binnen. Maar deze trainer wil ook dat die spelers om een uur of half zes naar beneden gaan. Contact met de supporters en dat vind ik wel een hele goede zaak hoor. Ja, ik ook. Ze zijn nu een half uurtje met z'n allen, van 5 tot 6 ongeveer. Er wordt niet zo heel strikt naar gekeken. Maar, maar om half zes neemt de aanvoerder, die krijgt een opdracht van neemt de club mee. Ja. Ja, dat gebeurt dan ook. Er wordt goed naar geluisterd. Ja. Goede zaak. Ja, ik heb wel het idee dat dit is wel, dit seizoen is het wel even iets anders, zeg maar. Hè? Ja, zeker. Bert had ook zijn kwaliteiten. Ja, onherroepelijk. En die moest even wat discipline in de ploeg brengen. Dat heeft hij goed gedaan, maar dat gaat dan vaak toch wel ten koste van sommige jongens. Hè? Jongens met name waar een lekker bekking op zit, Patsy Kamara en zo. Absoluut. En Richard Pleug, die is zo slim geweest. Om hem aanvoerder te maken. Goeie zet. Vind ik een goede zet. Ja, vind ik mooi. Ja. Dat, en hij maakt het waar tot nog door. Hij is er goed mee bezig en beheerst zich goed. Ja, prima. Ja, natuurlijk, er zijn altijd wel wat verbeterpunten. Sterker nog, als dat niet zou zijn, dan zou niks meer te leren zijn. Ja, precies. Maar goed, ik hoop dat dit seizoen dat we in ieder geval wel met wat prijs weggaan. Ik ook. Voorgaande twee seizoenen, hè, de twee jaar terug tweede plek, vorig jaar derde plek en helemaal niks. Ja, zo. Ja, dat is, niks is ook niks. Precies. Dat is ook niet wat, hè? Dit is wat anders. Dus ja, we komen wel in de buurt weer. Eentje verder is het. Eentje verder, hè? Fantastisch, hè? Hier wonen veel DVS'ers, hoor. Jouw varkenvisser, kameraad, ook supporters. Ja, van de Beek. Ja, dat zag ik, ja. De Wielewaal. De Wielewaal. En dan zitten we zo dicht bij EFC. En dan zitten ze allemaal hier, hè, met DVS. Ja, fantastisch. Ja, mooi. Ja, mooi hoor. Heerlijk. Ik heb er echt van genoten, Piet. Het is leuk. Ik heb je overvallen op een andere manier. Ja, prachtig. Ja, leuk is dat. Ja, ik kan daarvan genieten. Ik vind het leuk. Ik eerlijk gezegd ook. En we gaan elkaar vaker zien. Ja. Bij DVS. Gaan wij doen. Even bedankt. Jij ook bedankt, hè? Oké. Ik zie je zaterdag. Ja, die neem ik wel mee. Neem me mee. We zijn uitstappen. Je oefent natuurlijk veel met dat ding. Ja, alleen maar. Oké. Okay. En Piet, tot zaterdag. Ja. Goed, hè? Hey, doei, hè. Hoi. Geweldig dit. Volkomen onverwacht. En toch ook leuk om mee te maken. Martijn Bouwman. Oké.